Gefas Abini is gisteren ingezegend als de nieuwe kapitein van het dorpje Nazareth in het district Sipaliwini. Het dorp wordt ook wel Dinyunyu Sembe Konde genoemd. Nazareth is een volle evangelisch dorp en daarom is Abini op christelijke wijze ingezegend. De beëdigingsplechtigheid is geleid door hoofdkapitein Petrusi van het dorp Futunakaba, waarna de zegen werd uitgesproken door apostel Kenneth Kasanpawiro. We brengen nu enkele momenten van de inzegening. Geef ons Abini. Waarom heb je dat niet gedaan? Pas je tempo aquí. Nali bisembe wokwe. Bisembe dita ya bidili ya. Kuta chane tiko no he. Nefe su tempo. Me wa ti mo lo hati fi mo su piki nefe si. Ma mi tempo aquí das goyo. Ma di mo he. Gadu. Yime hende kone go goyi ba. No a ya o minja ki. No a ta ye. Ami o pa mo si. Kimba ya mo pide. Broer, Kevas. Ik heb haar gezien vanaf die dag dat ik today. Ik heb haar gezien, ik heb haar gezien. Overigens was de inzegening niet gisteren, maar wel in het weekend. Dit dorp behoort tot een van de zendingsposten van de stichting Eagle Wings Ministries International. Dit dorpje werd 39 jaar geleden gesticht door Stanley Abini en Karel Kasanpawiro, die beide al zijn overleden.